Hallo, hallo en welkom. Dit is nou mijn Minecraft Hardcore Survival serie. Wat is hardcore? Hardcore, hij dood! Nee, oké. Okay. Bij hardcore heb je maar één leven. En als je doodgaat, is je hele survival serie weg. En het komt nooit meer terug. Dus mijn doel is om zo lang mogelijk te overleven. En uiteindelijk natuurlijk gewoon de Ender Dragon te verslaan. Als een echte gamer. Ben je nou nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker even. Like ook even, dan gaan we deze video weer voor 3000 likes. Vorige hadden we 2000 behaald. Deze gaan we 3000 proberen. Veel plezier met kijken! Ah! We zijn er weer. Oké, okay, jongens, vorige keer zijn we achtergebleven bij het feit dat we een soort raam hebben gecreëerd. Het is een raam, ik bedoel, of hij nou mooi is, hè? Van buiten vond ik hem op zich wel best mooi. Het is niet lelijk. We hebben nog steeds onze cry voor help! Die hebben we nog steeds hangen. En meneer Octo is er ook nog steeds. En ooit zullen we nog steeds verhuizen naar het bloemengedeelte daar. Want het zijn best wel mooie bloemen. En we hebben nog steeds vis. Maar goed jongens, leuk dat jullie allemaal zijn. We gaan vandaag... wat gaan we doen? We gaan niet naar hun. Dat vind ik een hele goeie. Om daarmee akkoord te gaan. Ik zie namelijk 3 creeps, een enderman en 2 skeletons. Nee. In het water. Kom dan. Oh mijn god. Ik schrik me echt helemaal kapot. Ik schrok me echt. Ik denk ik ga dood. Tot het begin. Kom dan. Maak je kapot. Echt waar. Ja, lekker voor je. Hou op. Hallo? Bent u weg? Mag je in het land op? Hallo, dankjewel. Dan ga ik gewoon weer mijn huis in. Nou, dat was bijna gelijk het einde van de hardcore serie. Wow, dat was echt sad geweest. Dat had echt sad geweest. Oké, laten we beginnen met gewoon even een kleine renovatie maken van deze muren hier. Dat we gewoon even puur dit hok. Even de muren hier fixen. Even deze muren fixen, zodat we onze kisten hierheen kunnen verhuizen. Hij is er nog. Ik was... Laat me nou eens met rust. Jij rot Enderman. Oké, jongens, we hebben hout nodig. Want mijn hout is op. Althans, mijn spruce-hout is op. Maar ja, er is dus een Enderman. Dus wat nou als wij gewoon hout gaan hakken. Zonder dat we aangevallen gaan worden. Door een Enderman. Kijk, guys. Jesus has been here. Dit is een teken. We mogen nog een dag leven. Ik zie het als teken dat de Enderman me met rust gaat laten. En dat ik nog een nachtje mag leven. Echter was dit wel een realisatiemomentje voor me. Dat ik echt... Ja, een papegaai nodig heb. Dat is precies wat ik wilde zeggen. Nee, ik wilde zeggen dat ik armor nodig heb. Want ja, je zag het. Die Enderman killed me echt bijna in één keer. Maar wij hebben die papegaai nodig. Maar ik heb maar 2 zaadjes op zak. Groene. Nee. Alsjeblieft. Ik heb niet genoeg zaad voor jou. Ik ga zaadjes halen. Blijf hier. We hebben onze eerste vrienden gevonden. Ik heb 10 zaadjes. Kom op, stel me niet teleur. Daar is hij. Maar ik wil die groene ook, anders vind ik het lullig. Komt-ie. 1. 2. Ja! Ja, best friends forever! We zijn Matties! Ik ga je broertje halen! Broer! Waar ben je? Broeder! Ik kom je redden! Ja! Ja! We zijn Matties. Jongens, welkom! Jij heet vanaf nu Mossel en jij heet Karel. Mossel en Karel, jongens. Kom mee! We gaan op pad! We gaan terug naar huis. Dan ga ik jullie afzetten. Mossel en Karel. We kwamen emotioneel voor het huis eigenlijk om dingen te halen. Hout. Karel! Mossel! Ja, ik ben zo blij. We hebben huisdieren, jongens. Mossel, schiet op. Het is niet veilig buiten. Jullie mogen op mijn bed. Kom. Ja! Goed zo, Mossel. Jij ook, Karel. Kom maar. Goed zo. Mossel en Karel. Dan ga ik nog even snel hout hakken voordat het donker is. Jullie hebben vorige aflevering hebben jullie achtergelaten hoe lang jullie denken dat ik overleef. En sommige waren echt deprimerend. Maar sommige waren ook leuk. Oké, jongens, wakker de laatste boom. Dan komen we hier weer bij ons huisje aan. En dan gaan we even het laatste ding afbouwen. En dan is de makeover echt klaar. Volgens mij kunnen die twee echt gewoon geen kant op. Net zoals jullie, Karel en Mossel. Jullie kunnen ook geen kant meer op. Jullie zijn van mij. Van mij. Oké, nou, hoppakee. Laatste dingen geplaatst. Dan kunnen daar de kisten heen. Althans, heb ik niet zo heel veel kisten, maar toch wel gewoon een mooiere plek voor wat kisten. Voor de rest gaan we even slapen, want het is nacht. Kijk! Karel zit op mijn schoot. Je bent zo lief, Karel. Jij ook hoor, Mossel. Oké, zo. Ik heb het nog een beetje aangepast. Je hebt nu zeg maar de storage zoals dit. Alleen het dak klopt hier nog niet. Dat ga ik gelijk even fixen. En het zijn een beetje onpraktisch allemaal. Maar ik vond het wel leuk gewoon. Ik vind hoe leuker het is. Hoe mooier het eruit ziet, hoe leuker. Dus dan heb je hier de storage. Heb je hier wat hout. Bla bla bla. Steen. Leeg. En dan hier houtroepies. Random blokken. Dus eigenlijk wol en zo. En troep. Dan hier al het eten. Hier heb je alle zaad. En waarmee je eten maakt. Eigenlijk alle groen. En hier alle mopdrops. Dus alle dingen die beesten droppen en zo. En zombies en weet ik veel wat. Hier wil ik een tunnel maken naar een andere kamer. Deze muren moet ik nog fixen. Maar ik vind dat het tijd is om even armor te krijgen. Want als ik gewoon aangevallen word, ben ik zo dood. En dat willen we niet. Zo, een stack toortjes. Dat zou wel genoeg zijn. Ik heb ook nog sticks mee voor nieuwe. En laten we dan een mine maken. Laten we die voor nu gewoon hier bouwen. Even. Heel niet symmetrisch, maar dat maakt niet uit. Oké, het enige is, ik moet hier wel een deur plaatsen. Want stel ik kom in een mine, dan kunnen ze gewoon zo mijn huis inlopen. Dat willen we helemaal niet. En we een beetje veilig. Oh, hallo?
Ja hoor, het is groot. Hallo. Deze dingen zijn normaal echt mega gevaarlijk. Dus dit gaan we slim aanpakken. Maar ik weet wel, ik kan echt heel moeilijk zien. Ik zie iron, gold, coal, nog meer coal. Er is van alles. Ik moet oppassen dat ik niet door een skeleton geraakt word. Dat is een beetje het probleem hier. Jou moet ik even hebben. Zorg dat er niks achter me... Nee, ik heb zoveel toortjes geplaatst. Er kan echt niks achter me spannen. Als het goed is, ben ik hier helemaal safe. Laten we even alles verlichten. Dit hier gewoon even dichtgooien. Dat ik niet van boven in één keer aangevallen kan worden. Oké, eindelijk gewoon ijzer. Dat is zo chill. Iron. Kijk, jij bent de boosdoener in zo'n plek als dit. Dit is een rotskeleton. Jij bent degene die mij naar beneden zou tikken gewoon. Vies. We hebben 9 Ironinos, maar we willen meer. We hebben best wel op zich wat iron. Dus laten we even teruggaan om het gelijk te gaan gebruiken. Zodat we weer verder kunnen minen. Big brain! Nou, iron pickaxe. Beam, boom, badaboom. Hier jongens, als jullie ooit nog eens een keer willen minen. Heb een paar pickaxes, alsjeblieft. Nou, dan maken we nog een zwaardje. Als jullie jezelf ooit willen beschermen, heb je een zwaardje. Oké, het is nacht, dus ik ga sowieso even slapen. Oh mijn god, dan pak ik alles gewoon natuurlijk weer op. Nou, hebben we een helpje, want dan zijn we cool. Waarom moet het nou zo'n cave zijn, niet er gewoon een normale? Want deze dingen zijn veel te eng. Ik zie je wel, sukkel. Ik ben gewoon lekker cool aan het takken, laat me met rust. 2? Dat meen je. Lekker voor jullie. Ga maar naar beneden. Weet je wat, dan ga ik wel daarheen. Jullie hebben geen weg omhoog, toch? Alles belicht eerst. Nummer 1 tactiek van Makkus. Belicht het gewoon, en dan gaan we daarna wel hakken. Laten we eerst overal even licht toevoegen. Oh, volgens mij... Ja, diamonds. Ja, gevonden. We hebben hem, jongens. Laten we dit even hakken, dan valt het allemaal. Oké, laten we in alle rust even dit hakken. En dan komen we zo voor jou, boven de lava. Kan niet beter. Het voelt als een trap. Het voelt gewoon als een val. Nou, we hebben ook lapis lazuli als we willen enchanten, hè? Dan kan dat. Ja, kijk, jij, je knuppel, kom maar. Kill ik jou eerst wel even. Zo. Waarom ben je nou... Oh mijn god, nog steeds niet dood. Kijk, en daar moeten we voor oppassen. Ja, hij is in de lava gevallen. Oké, laten we het in ieder geval gewoon gaan hakken. Ik had eigenlijk even een bucket met water nodig, maar dat heb ik gewoon nog niet. Het is tijd voor jullie om geclaimd te worden in de naam van mij. Gewoon de naam van mij. Er zijn er ook echt maar 2. En toenk. En toenk. Nou, we zijn rijk. We hebben hem. Laten we de rest dan ook maar even hakken hier. Het nare van dit allemaal is dat ik overal lava hoor. Overal waar ik hak. Oh mijn god, ik sta bijvoorbeeld nu boven de lava. Overal waar je bent hoor je lava. Laat me met rust. Hier, wees blij dat ik er niet op sta. Anders was het gewoon einde survival. Oh, zie je? Er werd op me geschoten. Zie je wel? Er was een loser van een skeleton die heeft geschoten. Ik hoorde een pijl en ik hoorde later een creeper, maar... Oh mijn god, er is echt een skeleton die dacht we gaan hem killen. Dat heb ik ook een hekel aan skeletons eigenlijk. Werden dat is uiteindelijk mijn doodsoorzaak in deze hele hardcore serie gaan skeletons zijn. Daarom, ik heb nu wel genoeg gemind. Zoek het maar uit, stik maar in jullie huig. We hebben in totaal 45, dus we kunnen een vol setje maken. Hoe top is dat? Dan doen we diamonds, hier redstone, gold even voor tijdelijk hier, coal hier, lapis hier... We hebben schoenen en een broek. Wauw. We zijn goed op weg, jongens. We hebben alleen nog maar een chestplate nodig. En die is letterlijk zometeen al klaar. Oké, en dan is dit de laatste. En dan hebben we gewoon in ieder geval al volledige armor. En dan die 2 diamonds, die gaan we gebruiken voor de zwaard. Want, hè, het is niet alsof ik doodga dat ik het kan verliezen. Want ik verlies alles als ik doodga. Dus ik ga met trots presenteren dat wij al een zwaard hebben. Kijk, kom dan, stinkbeesten. Je krijgt mij niet meer door. Het gaat stabiel en soepel, jongens, ons leven. Het leven gaat stabiel en soepel. Laten we hier even een furnacekamer van maken, want 1 furnace is echt heel traag. Nou, furnacekamer gemaakt. Zo simpel is het. Dan komt nu het oneindige issue. Altijd alles verdelen. Het zijn er zoveel, dus dat is best simpel. Dat je dan gewoon zo kan doen. En dan weet je ongeveer hoeveel je in elke moet droppen. Zo, plop, plop. Nou, dan dumpen we hier de iron. Hier het iron. Hier de gold. Wauw, zijn ze goed bezig. Lekker bezig vissen. Woe! Ik moet ook weer wat meer meloen hebben, maar ik wil ook even een village of zo vinden. Dus binnenkort moet ik even op pad gaan. Maar ik moet even de coördinaten onthouden van waar ik ben. Wat waarschijnlijk trouwens gewoon basically 000 is. Of nou, 00 hoogte 0. Dus dat is in principe best easy. Maar ik kan ook even waypoints mod downloaden, waardoor ik gewoon waypoints kan zetten. Dat is ook wel lijp. Maar er zijn ook tempels in de jungle die ik ook kan bezoeken. Moet ik even zoeken of ze er zijn. Maar meestal heb je wel een leuke jungle tempel. Hey, hier is ook gewoon iron. Wat nice. Holy shit. Dan gaan we even zeker hakken. Gewoon even deze hier. Nou, oké, jongens. Ik vind het eigenlijk wel veilig zo in mijn huis. Dus ik ga naar binnen en even mijn laatste shit verbranden. Jumping jacks. Oh, 1, 2, 3. Snap je hem? Shit verbranden. Ik ben dik. We hebben best wel wat iron nu. Holy crap. Oprecht. Dan is het bij deze klaar. Wauw. Ik zou even mijn helmpje voor jullie afdoen. Dus beleefdheid. Zal ik mijn hoedje ook afdoen? Oké, die houden we maar op. Wat mijn snor verdwijnt ook. Oké, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Hey, Norm, bedankt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende keer komen er nog meer spannende dingen aan. We zijn weer niet doodgegaan, dus we kunnen daar...
de 2 afchecken. 2 afleveringen hebben me volgehouden. Bedankt voor het kijken, vis, naar mijn video. Abonneer zeker even als je het nog niet gedaan hebt. Like ook even de video. En dan zie ik jullie weer. Althans, jullie zien mij weer. Bij de volgende video. Ah!